Eimond Nieuws is op de Wijkerstraatweg in Velzen-Noord. En er is al jarenlang iets bijzonders aan de hand. Het woord trandelen, Herman van Beuzekom, dat had ik nog nooit gehoord. Ik heb het opgezocht in Wikipedia. Jullie hebben iets unieks bedacht. Wat ja, is dat? Ja, dat klopt. Trandelen, dat is een verborstering van twee dingen samen. Troepen opruimen en wandelen, samengevoegd trandelen. Wat is het idee hierachter om aan trandelen te doen? Nou, om het dorp schoon te houden, ten eerste. Ten tweede, het is ook gelijk een sociale bezigheid en activiteit. Je komt allerlei mensen tegen die je dus kent. En je hebt allemaal duimpjes en je doet je goed. En jezus, elke keer weer een troep en dat jullie het volhouden. Nou, je zegt, iemand moet het doen. En wanneer zijn jullie hiermee begonnen? Wij zijn 3 jaar terug mee begonnen door een initiatief van het buurthuis. En er werd aan mij gevraagd, Herman, wil jij het karretje trekken? Dus dat letterlijk doe ik. En figuurlijk trekken jullie de kar? Ja, dat is van onszelf en het is tevens mijn viskar. En we gaan de maandags en donderdags gaan we door de wijk heen met 5-6 man. En dan 4 à 5 vullenzakken vol. Aan troep en blikjes en flesjes, noem maar op, snoeppapiertjes, dat ruimen wij op. Zeg Herman en andere deelnemers, jullie zijn met 5-6 mensen? 5-6 mensen, ja. Kunnen jullie nog mensen gebruiken die hierin mee willen doen? Ik heb een keer een oproep gedaan en de mensen houden hun eigen wijk schoon. Ik heb vaak contact via Facebook of Messenger. Herman, wij gaan dit doen en wij gaan dat doen, dan hoeven wij daar niet te komen. Nou, een geweldig initiatief. Ja, zeker. En veel succes verder, Herman. Ja, dankjewel. Lucy, jij bent zeer bevlogen om hier aan mee te doen. Je staat sowieso te stralen. Ja. Maar je hebt ook een speciale boodschap. Welke is dat? Nou, mijn boodschap is eigenlijk meer een vraag. Want wij weten dat we gewaardeerd worden. Dat merken we aan Facebook-reacties. Maar ik wil eigenlijk aan de mensen vragen om ons te helpen. En dat kan door een van onze grote ergernissen weg te nemen. Wij zien vaak zwerfafval dat komt uit de zakken die naast de ondergrondse containers neergezet zijn. Mijn vraag aan de mensen in Velsen-Noord en überhaupt overal is, zie je zo'n zak staan? Ja, dat is een ASO die hem daar heeft neergezet. Maar jij bent een kanjer als jij met jouw pasje die zak ook eventjes in de ondergrondse doet. En daarmee zou je ons al gewoon heel erg helpen bij de bron. Want nu zijn we iedere keer bezig met de meeuwen die zijn gekomen en die zakken open hebben gemaakt. Dat is dan een uur werk voor ons. Jullie doen dit maandagmorgen en nog een andere ochtend? Ja, wij doen dit voor buurthuis De Stek. Ja. En wij doen dat op maandagmorgen. Dan gaan we om 12 uur naar De Stek toe en daar eten we soep. En op donderdag doen we dit ook, maar dan gaan we niet naar De Stek. En het is ook bedoeld van oorsprong, ik vind dat heel belangrijk om te zeggen, het is een sociale activiteit. En als wij ook weten dat er iemand is die een keertje mee wil lopen, en dat horen we soms van de mensen van De Stek, dan gaan we naar De Stek toe, want dan loopt diegene vanaf De Stek een keertje met ons mee. Echt heel belangrijk dat het ook een sociale activiteit is. Oké, nou Lucy, gezien jouw bevlogenheid en mooi initiatief, en ik zou zeggen, nog vele jaren hiermee doorgaan. Ja. En heel veel blijk van waardering van de mensen en ook van Eimond Nieuws. Dankjewel. Dankjewel.